Welkom bij een nieuw avontuur van de Toy Soldier. We zijn wat later, maar we zijn wel op een bekend plekje. Want hier waren we vorige week ook. We zijn er ook. Ja, dat is een heel bekend plekje. Nat, hè? Is goed. Hey. En we zijn vandaag met de jongens van All Day MD. All Day MD. All Day MD. Koud, hè? Is het koud? Nee, het is lekker weer, man. Ik heb er net ingelegen, het was toch wel koud, hoor. Lag je erin? Ja, gewoon even een ponsje. Sleuteltjes. Ja, wat zijn het? Sleutels? Huissleutels. Huissleutels. Nice, huissleutels. Nou, het huis nog zoeken. Hey. Dit was even een even schrikmomentje, hè? Even dat ik een Gannu. Een Gannu wat? Het was even een schrikmomentje, maar... Dus het is geen Gannu. Nee, het is een krik, denk ik. Hij is... Het is ook een krik van een Fiat Panda, denk ik. Gaat nergens over. Nou, vorige week hadden we hier al twee scooters. En nu hebben we het blok. Ik kan natuurlijk wel heel technisch gaan praten, maar dat heeft er helemaal geen zin, want hij gaat het waarschijnlijk nooit meer doen. Maar hij is van een Vespa Piaggio, denk ik. Vespa. Hij stinkt. Hey, hij is standaard. Standaard uitvoering. Ja, it's Magnet Andray. En nou gaat het gebeuren. Nou gaat het gebeuren. Als Magnet Andray er is, ja, dan gaan de kassa's weer rinkelen. Kassa's, frames. Frames. Range van de brommers. Gijs die had net wel een... Dat is meer mijn ding, hè? Dat is meer jouw ding, ja. Haken en ogen. Haken en ogen. Wat een ding, joh. Zitten hier ook haaien in die Amstel? Ja. Clint die zei dat hij in de bouw werkte, dus ik geef hem een cadeautje. Want iemand die in de bouw werkt, die vindt een zaagvast wel leuk. Clint, jij werkt nog in de bouw? Ja, dat komt mooi uit, man. Die kan ik wel, die is toch helemaal vlijmscherp, die kan ik wel gebruiken. Top, nou, dankjewel, man. Nou, een urn. Maar goed. Ik trek dat aan. Ik trek dat aan, ja. Nou, dat was de magneet die het aantrok. Oh. Maar ik ga ervan uit dat iemand hier zijn dierbaren verstrooid heeft en de urn ook achtergelaten heb. Dus uit respect voor die dierbaren gaat hij weer terug. Nou, is toch een mooi fietsie? Niks mis mee. Wat heb je dan? Ja, Mika, hele Hoppa! Goed bezig. Van, hè? Goed bezig, Clint. Ja. Nou, ik zat weer precies op de goede plek. Drink jij zoveel? Ja, echt. Kijk je dan weer, hè? Mensen gaan me allemaal alcoholist noemen. Vandaar die buik. Dan ga je er ver, hè? Nou, ik trek er nog even een messie uit. Dat is goed voor mijn uitzet. Kijk, ze zetten mij de hele tijd uit te lachen, want geldkist en mooie plekken, jullie hebben nooit wat. Wil je eventjes de grote voet van jou eraf halen? Nou, hij is open, dus er zit waarschijnlijk helemaal niks meer in. Oh man, positief blijven. Positief blijven. Hier, hij is open, dus er zit er echt niks in. Er zit wel wat in, maar niet hetgene wat we zoeken waarschijnlijk. Nee, hij is wel leeg, Mickey. Hij is leeg. Verdamme. Stinkt dat altijd, hè? Ik denk niet dat ik het, man. Nou. Dus het ligt er wel, jongens. Ja, het ligt er wel. Dit was hem weer. Een avontuur van de Toy Soldier. En nou, we hebben leuk gevist.
We hebben geen hele spectaculaire dingen gevonden, maar wel leuke dingen. We zijn lekker bezig geweest. Kijk, spectaculair. Als jullie dat nou leuk vinden, magneetvissen, en jullie zijn nog niet geabonneerd op AllDMD, dan moeten jullie ook AllDMD even opzoeken op YouTube. Ja. Ik zal ook een link in de beschrijving zetten. Dan kunnen jullie daarop klikken, makkelijker kan niet. Klik en je gaat er even heen. Heb je nog niet geabonneerd op mij, doe dat ook eventjes. Heb je nog niet geabonneerd op hun, doe dat dan ook gelijk eventjes als je toch bij hun moet kijken. Ik vind het heel belangrijk, want ze moeten bij jou sowieso gaan abonneren, want jij moet naar de 5000. Ja. Ik moet naar de 5000. Ja, dat moet. Dus. Mail is geen rust. Mail is geen rust.